الحمد لله تعالى خلق الإنسان على أحسن مثال وقسم الأرزاق والآجال والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى الآل والأصحاب وصابيح الدجى. ثم ما بعد بس برودرز اند زيسترز واضن فنداغ اوفر دي كاتيجوريين فان توحيد. Zoals ik al zei, de geleden hebben meerdere verdelingen genoemd van de tawhid. En ik had de tweede verdeling gehanteerd. Dat de tawhid drie categorieën kent, beste broeders en zusters. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa-sifat. Het eenmaken van Allah wat betreft zijn heerschappij. Het eenmaken van Allah wat betreft de aanbidding. En de derde zaak, het eenmaken van Allah wat betreft de schone namen en de verheven eigenschappen. En ik ben stilgestaan bij de twee categorieën. En de derde zullen we inshallah ta'ala volgende week naar hem afmaken en behandelen. Ik zei tawhid al-rububiyya, zijn heerschappij. Dat betekent, best broeder en zuster, dat jij vanuit je hart, vanuit je hart de overtuiging dient te hebben, die ook diep verankerd dient te zijn in je hart, waarin men geen twijfel dient te hebben, dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige schepper is, de enige bezitter is en de enige bestuurder is. Deze twee zaken, of drie zaken, best broeder en zuster, behoren tot tawhid al-rububiyya. En dat noemen we ook de daden van onze Heer. De verrichtingen van onze Heer, Allah subhanahu wa ta'ala. De schepper die alles heeft geschapen. Wie? Allah subhanahu wa ta'ala. We kennen geen andere schepper dan Allah. En ik zei, best broeder en zuster, het feit dat sommige mensen bepaalde dingen hebben gemaakt met hun ledematen, met hun kennis wat Allah subhanahu wa ta'ala aan hen heeft gegeven, betekent niet dat ze ook de scheppers zijn. Maar zoals ik al zei, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen ook begunstigd met verschillende gunsten die zij gebruikt hebben om bepaalde zaken te maken. Of apparaten te maken. En zoals ik als voorbeeld gaf, een telefoon, een smartphone mijn voorbeeld. Iemand die dat maakt, heeft ook bepaalde kennis nodig. En ook om bepaalde kennis te kunnen opdoen, heb je ook een verstand nodig. En dat heb jij van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Ook de ledematen wat jij hebt, beste broeder en zuster. En ook het begrijpen van dingen is ook een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En als wij al deze gunsten waarmee Allah subhanahu wa ta'ala de mens begunstigd heeft, weghalen, kan de mens iets maken. Vooral als het gaat om de niet-moslims. De ongelovigen die zeggen, wij hebben heel veel dingen gemaakt. We hebben heel veel kennis. We hebben heel veel betekend voor de mensen. Dan zeggen we, alles wat jullie maken, bij alles wat jullie maken zijn jullie afhankelijk van Allah, de Almachtige. Alles wat jullie ook gebruiken, waar komt het vandaan? Van Allah. De basisonderdelen die de niet-moslims bijvoorbeeld gebruiken voor het maken van een apparaat, van een zaak, hebben zij ook van Allah gekregen. En sterker nog, voor het maken van een onderdeel of van een apparaat, hebben zij ook bepaalde voorbeelden nodig. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala, bij het scheppen heeft hij geen voorbeelden nodig, beste broeders en zusters. Hij maakt dingen uit het niets. Maar de mensen zijn afhankelijk van Allah bij alles wat ze maken. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala nog steeds de schepper is van alles. Allahu khaliqu kulli shay. Allah is de schepper van alles. Subhanahu wa ta'ala. De tweede zaak, dat hij de bezitter is van alles. Want een mens kan ook bepaalde dingen bezitten, maar het is begrensd. Het is ook beperkt. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, zijn bezit is niet beperkt of onbegrensd. Maar hij is onbegrensd. Hij bezit alles subhanahu wa ta'ala. Zoals ik al zei, iemand die kan ook zeggen, mijn huis behoort tot mijn bezit. Maar dan bezit jij alleen jouw huis. De huizen die verderop staan, de huis van je buurman en buurvrouw, zijn niet van jou. Ik bezit mijn eigen auto, naam, maar de rest van de auto's zijn niet van jou. Maar
als het gaat om Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de bezitter van alles. Van alles, beste broeders en zusters. Van de hemelen, van de aardes. En ook hetgeen wat tussen de aardes en de hemelen bevindt. En ook hetgeen wat tussen de hemelen bevindt. En ook hetgeen wat tussen de aardes bevindt. Dat behoort allemaal tot Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom, beste broeder en zuster, wanneer jij een zonde wil begaan bijvoorbeeld, besef dat jij dat verricht op het bezit van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij dat verricht met zaken die jij hebt gekregen van Allah. Word wakker, beste broeder en zuster. De derde zaak, zoals ik al zei, de bestuurder. Allah azza wa jal is ook de bestuurder van alles. Hij is degene die alles bepaalt. Hij is degene die alles regelt. En al gaat het om niet-moslims. Hun voorziening, wie bepaalt dat? Ook de Almachtige. En ook de gunsten die zij hebben. Hun lichamen. Wie blijft dat onderhanden wanneer zij in de avond gaan slapen? Wie blijft dat beheren? Onder controle handen. Allah. De Almachtige subhanahu wa ta'ala. Hij regelt alles. Hij bepaalt alles. Beste broeder en zuster. Dan is de vraag. Wat doe jij voor Allah? Wat doe jij voor Allah subhanahu wa ta'ala? Zoals ik als voorbeeld gaf. Iemand. Een man. De man. Als hij zijn vrouwen kinderen onderhoudt. Dan vraagt hij ook bepaalde gehoorzaming. Bepaalde respect. Dan is de vraag. Hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons doet, dag en nacht. Wat dienen we dat voor Allah te doen? Subhanallah, jij wordt boos wanneer je vrouw jij niet gehoorzaamt, omdat je haar gehoorzaamt, oftewel, omdat je haar onderhoudt. En wat denk je van Allah subhanahu wa ta'ala? Wanneer hij jou dag en nacht blijft begunstigen, en dat jij iemand anders naast hem gehoorzaamt. Dat je alleen maar achter het wereldse gaat. En dat je hem vergeet. Word wakker, beste broeder en zuster. Word wakker. Want zelfs Tawhid al-Rububiyya dient ons wakker te schudden. Dat wij nog steeds Allah subhanahu wa ta'ala als enige Heer dienen te nemen. Bij alles wat we doen. En ook de tweede zaak wat ik had behandeld. En ik zal afronden daarbij inshallah ta'ala. Is Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Alleen recht op de aanbidding. Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal heeft ons geschapen voor maar één zaak, beste broeder en zuster. En dat is het aanbidden van hem alleen. En het mijden van deelgenoten. Ongeacht om wie het gaat. Dat je alleen hem aanbidt. Bij alles wat jij verricht aan goede daden. Zoals ik al zei. Subhanallah. Allah Azza wa Jal heeft jou geschapen en hij heeft jou opgedragen om hem alleen als aanbeder te nemen, als Heer te nemen. Maar wat doen mensen? Dat zijn mensen die ook hun behoefte doen. Wanneer zij naar de wc gaan, ook als deelgenoten nemen. Zoals ik al het verhaal ook heb genoemd. Een paar dagen geleden is iemand gestorven die eigenlijk tot een dwalende groepering behoorde van Sofia. Hij werd aanbeden naast Allah en toch werd hij, wa'iyadu billah, beschouwd als een vrome, als een geleerde. En subhanallah, dat de mensen dat heel normaal vinden om hem te smeken naast Allah. We praten niet over een zaak die in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam plaats heeft gevonden. We praten over zaken die nog steeds plaatsvinden. Dat zijn feiten. Beste broeders en zusters, mensen worden nog steeds aanbeden naast Allah. Waar zijn onze verstanden? Dat we een mens die zijn behoefte doet, die ook gaat ontlasten, die ook gaat urineren, gaan wij als Heer nemen. En smeken. En wat is hetgeen wat men overlaat voor Allah subhanahu wa ta'ala? Wat laat jij over voor Allah? Wal'iyadu billah. Beste broeder en zuster, dat noemen wij ash-shirk. Het kennen van deelgenoten naast Allah. Tawhid al-Uluhiyya betekent dat je alles die onder de aanbidding valt, verricht voor Allah alleen. Het smeken van een deelgenoot behoort tot shirk. Smeek Allah. Je wil genezen worden, smeek Allah. Je wil iets krijgen van het wereldse, smeek Allah. Waarom een deelgenoot naast Allah subhanahu wa ta'ala? En daarom, wanneer jij iets wil verrichten, dan vraag je jezelf af. Is het een schipsal?
dan dient hij niet gehoorzaam te worden. Dan dient hij niet aanbeden te worden. Want de aanbedene is Allah de Almachtige. En niemand anders dan hij, subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons verplicht, heeft ons opgedragen om hem alleen te aanbidden. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Aanbid alleen hem, alleen niemand anders. Wa bil walidayni ihsana. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى القيام بالتوحيد وإلى تطبيق التوحيد والعمل بالتوحيد والفرار من الشرك وأهله ومن المعاصي وأهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين